Er is jarenlang over gesteggeld, maar nu staan ze er dan, de Skevenhuizen. Het gaat om woningen bedoeld voor mensen met psychische en sociale problemen. Ze wonen in huizen die niet midden in een woonwijk liggen, omdat de bewoners daar niet zouden kunnen aarden. De 8 eenvoudige huisjes staan tussen de Nijmeegse wijk Wezenhof en de A73. Om te zorgen dat het goed gaat met de bewoners van Skevenhuizen is er een 9e gebouwtje voor begeleiding en zorg, zoals hulpverleners voor beschermd wonen en verslavingszorg. Het is de bedoeling dat de Skevenhuizen minstens 30 jaar blijven staan en over 5 jaar is er een evaluatiemoment.